De minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, zal vandaag een gesprek hebben met de vertegenwoordigers van alle 6 ziekenhuizen. Dit naar aanleiding van de brief die de Nationale Ziekenhuisraad op 12 januari schreef naar vicepresident Ashwin Adin. In de brief, die is ondertekend door alle ziekenhuisdirecteuren, wordt aandacht gevraagd voor de alarmerende situatie binnen de zorg. Sinds de subsidies op 1 januari 2014 zijn stopgezet door de regering, komen de ziekenhuizen steeds in financiële problemen. Hierdoor is de zorg niet optimaal gegarandeerd. De ziekenhuizen hebben een totale schuld van 200 miljoen SRD, terwijl de tegoeden bij het staatsziekenfonds zijn opgelopen tot 100 miljoen Surinaamse dollar. Hoewel er hulp is ingeroepen van de vicepresident, is het uiteindelijk de minister die met een oplossing moet komen. Dat wordt bevestigd door Maureen van Dijk, de directeur van Volksgezondheid. Zij vindt dat de Nationale Ziekenhuisraad met de minister moet communiceren en niet met de vicepresident. Zoals ik de NZR ken, dan moet de NZR een adviserende functie hebben naar de minister van Volksgezondheid toe. Toch? Maar dan denk ik dat je toch wel de minister van Volksgezondheid tenminste op de hoogte moet stellen van hey, we hebben besloten dat we zo en zo gaan doen. Toch? Klopt het dat de minister vanavond een gesprek heeft met de specialisten? Dat begrijp ik dat een zal zijn. Hij moet het doen. Je kan de specialisten niet links laten liggen. Kijk, vanuit mijn functie als directeur voor de gezondheid, maar tegelijkertijd inspecteur voor de gezondheidszorg, moet ik benadrukken dat we allemaal een eed of belofte hebben afgelegd. En die eed of belofte is wettelijk vastgelegd in de wet uitoefening van het geneeskundig beroep. En het is de Hippocrates-eed. En het komt er gewoon simpel op neer dat ik heb beloofd of ik heb gezworen dat ik de behoeftige mens zal helpen. Van Dijk is de mening toegedaan dat zowel de specialisten als de directeuren van de ziekenhuizen water in de wijn moeten doen. Volgens haar wordt slechts nadruk gelegd op geld en minder op zorg van patiënten. Dus wanneer we zeggen van we moeten druk uitoefenen op een betaler en of welke andere vorm we ook willen hanteren van actie, moeten we altijd dat wel in de ogen, weet je, in gedachten houden. Ben ik ethisch bezig? Zijn we ethisch bezig? Als ik en het druist ook in tegen het beleid van het ministerie, wat het beleid is van de overheid, de regering, dat je de zorg die de mens nodig heeft, zo dicht mogelijk bij de mens brengt, dat het toegankelijk is, dat het bereikbaar is, dat het een bepaalde kwaliteit garandeert. Toch? Dus wanneer we een actie willen ondernemen, moeten we ook die ethische kant waarmee we onze carrière zijn gestart, moeten we heel hard laten meetellen. De directeur van Volksgezondheid, Maureen van Dijk, over de financiële problemen bij de ziekenhuizen. Vanavond zal worden geprobeerd de plooien glad te strijken.